serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Dit is Laura, een hele leuke man die pijlen schieten kan. En dan worden kijkers boos, zeggen ze het Lara en het is geen man. Boeien, wat een mooie intro, dankjewel. Dat hoor ik wel vaker van mijn moeder. Yeah, was dat een mooie intro? Klik op ja als je dit een mooie intro vond. Vond je het geen mooie intro? SMS dan nee aan naar... Ik weet niet waarnaar. Naar mijn mobiele nummer. Die sommige mensen hebben. En die geven ze dan aan hun vrienden. En het is best irritant, moet ik zeggen. Kijk, ik wil privé en YouTube een beetje gescheiden houden, jongens. Als je mij op Twitter wat stuurt, dan antwoord ik heel vaak op. En hartstikke leuk. Als mensen me gaan WhatsAppen. Dat zijn ook altijd van die brutale mensen. Dat is opeens een onderwerp voor de video. Dat was niet eens de bedoeling. Ze zijn altijd zo brutaal. Ze zeggen gewoon: hey Rick, wat upload je vanavond? Stel als je het niet eens meer voor. Dat, en zeggen niet even hoe ze aan mijn nummer komen. Dat vind ik niet leuk. Als ze dan zeggen: hey Rick, ik ben Jeffrey, ik ben 12 jaar en ik ben 48 jaar en ik ben aan je nummer gekomen door Sjoerd. En die heeft er weer van de livestream. En hoe gaat het met jou? Met mij gaat alles goed. Komt dat een stuk beter over dan: wat ga je vanavond uploaden? Waar blijft Minecraft? Gewoon uit het niets door een onbekend nummer die naar mij stuurt. Waar blijft Minecraft? Je moet kijken, dat komt raar over voor mij hoor. Als iemand uit het niets gaat sturen: waar is Minecraft? Nou, dat weet ik veel. You tell me, waar is Minecraft? Waar is jouw Minecraft? Nou, hè? Hier is Tomb Raider. Hier! Kijk, Tomb Raider! Kijken! En liken! Nu! Kom ik nou te boos over. Nou, graag gedaan hoor. Waar is jullie bedankje van? Hey Rick, bedankt dat jij 15 minuten van je kutleven hebt genomen om dit kutspel te spelen. Nou, graag gedaan! Ik doe het met liefde. Dat zie je ook. Wat is er nog aan de hand? Helemaal leuke dingen of niet? Valt er maar wel mee eigenlijk. Als ik zo even snel kan kijken, dan denk ik wel dat het wel goed zo. Wat is dat nou voor kutstem? Dat is mijn echte stem! Wat je nu hoort tot nu toe is allemaal nep. Nou, oké, dan weet je nu even wat allemaal echt in de stil zit. En zo houd ik ook mijn presentatie. Oh my fucking god! Een broodje tonijn! Pof, headshot. Dat was geen headshot, maar alsnog. Laten we gewoon doen alsof het een headshot was. Kom op, ik wil headshots. Waar zit die vent? Oh, daar zit hij. Ik geef hier vanaf. You're gonna die! No, you're gonna die! Heb je nou webmessen? Dat is niet cool, man, hé. Hartstikke gevaarlijk. Ik weet niet of jij weet. I know, if you know, then I'm not done. Oh fuck, het probleem is, Laura kan geen melee aanvallen momenteel. Die heb ik net nog niet geleerd namelijk, omdat ze een T-muts is. Oh, zitten er geen arrows in je boog? Zeg dat dan! Nou, zo dan maar. Als het niet kwaad goed kan, dan moet het maar niet. wat een mooi gezegd, Rick. Als het niet kwaad goed kan, dan moet het maar gewoon niet. Bam, 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 bam. Bam, 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 ram, bam, bam, bam. Er zit een gat in je hoofd. Ja. Daar is ammo. Ammo is top. Ammo is handig. Ammo is wat ik wil. In mijn pistool. In mijn gun. In mijn boog. In mijn wapens. Get the big boot. Big guy. Oh, the big. Oh, nee. Jij hebt dynamiet bij. Dat is niet de bedoeling. Weet je wat dynamiet zegt? Boom. Nou, hey. Boom. Maar nee, weet je wat dynamiet zegt? Nou, boom. En nou krijgen we mannen met schilden. Jullie kennen toch wel het nummer van al die willen te kaperen varen? Van al die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben schilden, zij moeten dood. Je moet gewoon iedere keer op shift drukken als hij uithaalt en dan op hem geschiet. Het is moeilijker dan het lijkt. Pof! Hé, je ruikt graag. Een van de twee bowparts gevonden. En dan denk je: Rick, wat is dat? Nou, kijker, gelukkig heb je mij nog om het uit te leggen. Daarom vroeg je dat ook misschien aan mij. Ik heb echt het gevoel dat het geluid niet te hard staat, dat ik alles verpest. Dat zou echt heel kut zijn. En ik vind het irritant dat ik niet in het midden van mijn facecam zit. Ben ik nou te perfectionistisch bezig en verpest ik het nu weer door mijn facecam te kloten? Beter. Dus ik krijg het iets te veel aan het rechts, maar je kan niet altijd je zin hebben, hè. Ik ga het spel net uitleggen hoe die weapon parts werken. Wacht eens eventjes. Als je twee weapon parts hebt gevonden, is er weer een nieuwe upgrade beschikbaar voor mijn pijl en boog. En zou dus best kunnen dat je aan het einde van het spel je niet alle weapon parts gevonden hebt. Als ik bijvoorbeeld die man niet gefouilleerd had. Of ik weet niet of ze fouilleren omdat ze dood zijn. Ik weet niet hoe dat dan precies heet. Maar als ik dat niet heb gedaan, dan is er dus kans dat je aan het einde van het spel bepaalde upgrades helemaal nooit vrijgespeeld. Die kans zit erin. Dus ja, goed weapon parts zoeken. Vaak de netjes, weet je, of die kistjes kunnen ook weapon parts inzitten. En als je mensen loot. Dus ja, gewoon veel mensen looten. En zoveel mogelijk kistjes vinden. En dan kom je ze vanzelf tegen. We zien nog wat leuks te doen. Nee, wat ligt daar? Wat ligt daar, jongen? Zie je dat ook? Er zit een vogel in of zo. Oh, een ratje. Hallo daar, Roger. Roger de rat. Zo heet hij. Eens even kijken. Stoel. Hou je smoel. Stoel. Hé, kijk, een kistje. Jee, een kistje. We zijn gered. Oké, toch niet helemaal. Hé, dit kan open.
Gebruik je bijl, Lara. Gebruik je bijl. En hij is open met een scheetgeluid. Scheetgeluid special effect is verzorgd door Rick Broers. Alle rechten voor... Sorry, bord. Zo bedoelde ik het niet. Eens even kijken. Een kampvuur. Wat moet ik nou met een kampvuur, man? Hé, hey, dus even normaal. Laat ik even naar het kampvuur gaan. Wat een gekke Rick, toch? Wat een gekke Rick. Ja, leuk, jongen. Oké, dan. Nul skills. Dat is niet zo goed. Vier gear. Dat is best veel gear. Muzzle break. Ik weet niet eens wat het doet. Wil ik weten wat het doet? Nee, mooi. Leuke tip alvast. Een tipje van de sluier. Ik doe mijn Pokémon pet maar op. Kan mijn haar soms niet uitstaan. Doe ik een Pokémon pet op. Hoppakee. Er gaat op een gegeven moment op het automatische machinegeweer, deze, gaat een rocket launcher komen. En dat is awesome. Een grenade launcher trouwens. Geen rocket launcher. Je kan geen rocket launchers op wapens zetten, Rick. Dat staat nergens op. Nou en, vertel me niet hoe ik mijn leven moet leven. Daar zit trouwens een kist. Dat is niet zo mooi. Ga ik er even heen gaan. Ik weet niet of ik dan een groot stuk opnieuw moet doen, maar daar is wel een kist. En daar houden wij van. Heb ik die gemist dan? Of moet ik echt even, welke kant moet ik op? Laten we dat spelletje spelen. Precies, ik moet die kant op. Ik kom hier waarschijnlijk nog wel langs. En anders dan, nou ja, daar stond een kist. Oh, sorry hoor. Sorry hoor. Ik kan ook niet altijd winnen en goed zijn in dit spel. Oké, ja, even dat doen, ja. Oh, dan moet ik klimmen. Oh, wat leuk. Wat kan ik... Hoe de fuck kan ze dit zo snel? Ik zou hier serieus 10 keer langzamer in zijn. En ik denk iedereen wel zo'n beetje. Behalve zij, want zij is Lara Croft. Hoe drop ik dit? F, E. Linkermuis op rechtermuis op Q, E, W. R. X kwadraat. Shift. Shift. Tuurlijk joh. Doe eens gek. Dat is de eerste knop waar ik het dacht. Nou, shift. Duh. Daar gaat hij dan. Komt hij dan, hè? Komt-ie dan, hè? We hebben echt een kermissfeer vandaag, jongens. Wie wil er met mij mee naar de kermis? Dan eten we suikerspinnen en slaan we andere kinderen. Want geweld lost alles op. Geweld, dat is top. La 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 kermis. Wat een mooi lied. Vond je van niet? Nou, dan mag je ook geen suikerspin meer. En dan heb ik seks met je kinderen. Als je die later krijgt. Hey. We klimmen in de toren. De toren kan niet boren. Want dan was het wel een boortoren. Wat is dit lied kut? Wat is er van nut? Ik heb geen idee. Ik vul gewoon de tijd van dit filmpje op. Kut, sorry. La 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 la. Ik stop al. Ik moet echt stoppen met zingen. Gewoon nooit meer zingen. En dat zou echt... Dit is de reden waarom ik weinig kijkers heb. Nou ja, ik vind 35.000 niet weinig. Alleen... In totaal zou ik er 17 miljoen moeten kunnen hebben. In de theorie. Dat heb ik niet. Omdat ik zing. Daarom niet. Oh nee, je moet nog hoger. Lara. Dat is geen goed plan, meid. Klimmen is gevaarlijk. We kunnen wel je billen zien. Ga maar door. Klim maar door, meid. Klim maar. Tot het bittere einde. Hoe gaan we dit doen, meid? Oh, ik doe dit hier niet na. Dit zou ik redelijk kut vinden als dit het echte leven was. Oh, ja. Je bent dik. Je bent aangekomen, meid. Je bent aangekomen. Laat het daarop houden. Niet als in aangekomen, als in uw bestemming is bereikt. Nee, als in je bent dik aan het worden. Dat ben je. Lekkere muziek met een horen. Ja, we hebben het spel uitgespeeld. Woo! Yay! Nee, niet echt waar. Het is echt waar. Dit is het einde. Behalve die... Maar Rick, die rocket launch... Nee, ik had niet genoeg parts gevonden, dus ik heb nooit die rocket launch kunnen halen. Lara. Ja, ben ik toch een trolletje soms. Oké. The tower should boost the signal from the transmitter. Jij zegt het, Robin. Geen idee waarom ik hem Robin noem. Ik vind Robin gewoon een hele mooie naam. Okay. Hartstikke mooi. Alright, find the emergency channel. And get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Oké. Hey. We got everything crossed for you down here, LC. LC, Lara Croft. Oké, dat is wel grappig. Weet je wat het grappig zou zijn? Als Lara hierboven kwam en zei... Hey, lol, ik weet helemaal niet hoe zo'n ding werkt, joh. Move left or right to tune. Oké, hoe? Met wat? Wat moet ik draaien? Er moet iets gedraaid worden. Alleen wat? Mijn muis is het niet. De pijltjes doet ze ook niet. Oh wel. Oké, cool. Hiermee kun je de ruis weghalen als het goed is. Meneer, je bent helemaal stil om even aan het focussen. Ja, je kunt er goed samen uit.
identify your situation. Yay, we hebben hem. Broadcast die zooi maar. Ik ga even live streamen. Lara Croft ging zojuist online op Twitch. Hey jongens, zit op een paal. Hoe gaat het bij jullie? Ja, dit is de december vlog nummer 12. Allemaal leuk dat jullie nog kijken. Morgen ga ik Sinterklaas vieren. 7 dagen te laat. Want ja, Sinterklaas kon even het verloren eiland niet vinden. En toen crashte zijn boot en shit. Leuk dat jullie hier zijn, kijkers. Vergeet niet mijn Twitch video. Met de volg op Twitch. Ik ben even Lara, voor de fang die door heeft. En ja, tot morgen, bitches, bij een nieuwe livestream van 1 minuut. Want dat is hoe ik stream. Niet hoe ik rol, nee, zo stream ik. Yay! Het wordt best wel kut hoor, Lara. Ik wil niet veel spoilen, maar dat vliegtuig dat er komt. Oh, zo! Dat is kut. Dat is echt kut om jou dat even te hebben, zeg zo. Even blij dat ik daar niet ben. Fuel, flames, James Potter. I can do that. I can do the badoo do that. Nou, Lara, pak ze maar, hoor. Doe je ding, meid. Hey, leuk hoe je dat doet. Spring en zing. En zing nog maar extra. Want je kan nooit te veel zingen. En je kan niet te veel springen. Behalve als je mij bent. Want dan doe je te veel van alles. Ook van leven. En je kan het beter gewoon... meestal stoppen. Tenminste, als je mij bent. Gelukkig ben jij, kijker, niet mij. Dus geldt dat niet voor jou. Ik geloof dat je hier kan sneaken of zo. Wat is dat? Wat is sneak? Baby, don't hurt me. Dat nummer zou ik moeten maken. Wat is sneaken? Baby, don't hurt me. Alsof ik weet wat sneak is. Dat ziet er explosief uit, Meisy Girl. Meisy Girl, dat is nieuw. Oh, ik weet al wat er gaat gebeuren. Ja, we gaan vinden iets heel handigs. Wat echt heel handig is. Omdat het zo handig is. Flint and Steel. Nou, dat is goed te zien vinden. Kan ik mij herinneren hoor. Ik heb de game echt een maandje geleden gespeeld. Dus ja, dan weet je dat soort dingen nog wel. Ja. Nu kun je gewoon ter plekke vuur maken, dus je hoeft nooit meer irritant terug te lopen naar vuurplekken. Geen idee waarom ze dat op dit punt in het spel geven. Je kan in ieder geval met de Fire Strike, oftewel in de Minecraft scan als Flint and Steel, twee van die metaaltjes, die tik je tegen elkaar aan. En dan kun je overal ter plekke vuur aansteken, wat natuurlijk hartstikke handig is. Zeker een fijn iets, zeker een goede skill om te hebben. Nou, ga hierheen, Fire Strikertje erbij. Hoppla, en dan in principe wil je wel gaan rennen, dus laat dat even doen! Oh ja joh. Cool girls, don't look at explosions. Zo gaat het wel. Oké, nou dan komt een vliegtuig aan als het goed is. We hebben gewonnen, yay, woo! Wat een mooi vliegtuig. Oh, kut. Oh, ze is minder blij nu. Dat is kut, hè. Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven staat je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Ik vond het wel leuk toepasselijk voor wat er nu gebeurt. Er zit een vliegtuigonderdeel achter me aan, dat is minder. Oh! Dat is goed joh. Oh, even glijden. Even oppassen voor die hekjes. Ja, daar zitten allemaal stekels op joh. Helemaal niet gezond. Niet goed voor je algemene gezondheid. Ik ga even voor deze glijbaan heen. Hoe kan je nou weer een glijbaan? Oh ja joh, het maakt niet uit joh. Het maakt niet uit. Lara, hoe gaat het met jou? Mij gaat namelijk hartstikke goed. Hopje. Waarschijnlijk komt ieder moment een vliegtuigonderdeel op je af. Dus waarschijnlijk wil je even wegrennen. Maar dat is gewoon mijn gekke mening. Rick en zijn gekke mening toch ook altijd. Nou, goedemiddag. Ik ben ook lekker wakker. En ik heb nog 500 XP ook. Mijn dag is weer fantastisch. Geef toe, dat stukje was echt awesome. Het vliegtuig komt dus redden. Oh, kut. Hoppakee, achtervolging. Ja, daar hou ik wel van. Ik hou er zo van. Oh. De piloot. Oké, dat is wel leuk. Het volgende wat we daar moeten doen is naar de piloot gaan vinden. Vind ik wel een toffe missie. Zo van, hé. Je hebt zelfs een vliegtuig laten crashen. Best wel door jouw schuld, omdat jij hem riep. Zo van, hé, vliegtuig, kom hierheen. Is cool. Vliegtuig, oké, Lara, gezellig. Ik kom eraan. Oh, lol, je gaat dood. Oh, ik ging ook echt dood. Nou, wat maakt het ook uit. Nee, Lara. Je moet je dood accepteren en niet zo kinderachtig doen. Oké, nog een keer. Yay. Stel, je kon springen. Zou je dan ook zingen? Maar natuurlijk wel, want zingen is leuk. Hoorde ik zojuist een olifant? Waarschijnlijk niet, want olifanten leven helemaal niet in Japan. Wel in de dierentuin, maar dat is het leven in iedere dierentuin. Niet in iedere dierentuin, maar niet in een dierenparkje. Want daar zijn geen olifanten, want dat is de low budget. Dat is logisch, toch? Fase. Mooie fase. Is het bedoeling dat ik wegren? Ik wil namelijk nog even terug. Liggen misschien wat items. Nou, oké, ik ren al weg.
Oh wauw, ik sta gewoon 10 seconden stil en op het moment dat ik wegloop valt het in elkaar. Ja joh, wat een geloofwaardig verhaal heb je daar. En wat moet ik doen? Ik heb letterlijk geen idee. Nou, trillen! Oh, dat doe ik, ik moet aan een spandoek gaan. Red je dat vanaf hier? Zo Lara, jij kan hoog springen meisje. Nou, waar zou ik nou eens heen gaan? Nou, ik weet het niet hoor. Misschien de route die het spel perfect voor me heeft uitgestippeld. La 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 la. Wat werkt het toeval toch lekker. En als je op zo'n plek blijft staan die instort, stort het ook gewoon niet meer in. Dat is echt heel fijn. Ik zing alweer. Toch blijf ik zeggen dat ik niet moet zingen. Oh nice, man met schild. En daar gaat de piloot. De piloot is dood. De piloot is dood. Hij leeft niet meer, hij is dood. Echt lekker dood. Lekker dood, dood, dood. Nog een brood dood. Bedankt kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering doden even man met schild. Als het goed is krijgen we het tweede boogonderdeel. Knip, 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 knip. Tweede boogonderdeel is wat ik wil. Tweede boogonderdeel is het verschil tussen één of twee boogonderdelen. Je weet dat het waar is, dus geef je de video een like om te bewijzen dat je weet dat 1 plus 1 2 is. What the fuck, zei ik zojuist? Maakt niet uit. Gewoon liken die shit. Bedankt voor de volgende aflevering. Doei!